Waarom zou ik nou sous vide moeten gaan koken, denk je misschien? Wat zijn nou de grote voordelen ten opzichte van traditioneel koken? Gewoon in een pan op het fornuis. Nou, ik kan wel een paar voordelen opnoemen. Ten eerste, de temperatuur van het waterbad kan nauwkeurig worden gecontroleerd door middel van de sous vide stick. En hierdoor krijgt het voedsel een perfecte garing. Dus nooit meer een droge biefstuk of kipfilet. Of een stukje zalm wat te ver is gebakken, zodat de eiwitten er aan de zijkanten uitlopen. 2. Omdat het voedsel vacuüm is verpakt, blijven natuurlijke sappen en smaken behouden en verdwijnen niet in de pan tijdens het bakken. 3. Met sous vide koken kun je het voedsel vooraf bereiden, waardoor het op een later tijdstip snel en gemakkelijk kan worden afgekookt. Heel handig voor drukke dagen door de week of tijdens een etentje wat je voor meerdere mensen voorbereidt. 4. Het heeft ook gezondheidsvoordelen. Je hoeft minder zout en vet te gebruiken, omdat de smaken van het product zelf veel intenser worden. En, zoals ik al eerder zei, vitamines blijven meer behouden, omdat het vacuüm verpakt is en niet in het kookwater verdwijnen. 5. Je maakt het jezelf gemakkelijker. Sous vide koken vereist minder aandacht dan traditionele methoden. Eenmaal ingesteld, kan het voedsel veilig en gelijkmatig garen, zonder dat je er constant bij hoeft te blijven. En 6. Het is gewoon ontzettend lekker. Dit is zo goed, joh. Als je een beter, sappiger en manser resultaat wil van al je producten zoals vlees, vis en groenten, dan is dit echt wat voor jou. Een sous vide stick en een waterbak en alle toebehoren kun je kopen op sousvidekenner.nl. Ik zie je volgende keer weer bij René in de keuken. Hoi!